Het wordt al wat, maar ik moet nog even de finishing touch hebben. We gaan nu naar het ziekenhuis. We gaan naar het ziekenhuis. Nee! En vandaag is de dag. Oh! Oh, hebben we iets? Ja, oh, nee! Ja. Ik ben nu thuis met Nadia van Tidy Fairy. En ja, zij helpt me eigenlijk altijd met het organiseren van alles in huis. En ook Esther. Dus ze heeft ook mijn kast gedaan. En sowieso eigenlijk alles wat georganiseerd moet worden in huis. Dus we gaan vandaag de babykamer organiseren. Ja, dus nu is alles eruit te halen wat ik erin heb gelegd. Dus ik denk dat het wel beter kan. En deze is gisteren binnengekomen. Dus dat... Het wordt al wat, maar het moet nog even de finishing touch hebben. Ja. Nou, mijn moeder is net gekomen. Oh. We hebben mijn kast uitgeruimd. Dus dat komt binnenkort op Vinted. Weer allemaal dingen met labeltje en zo nog eraan. Dus allemaal echt nieuwe dingen. Dus volg ons even op ons Vinted profiel, want het komt straks allemaal online. En we hebben... Kijk eens, in de slaapkamer hebben we alvast een bedje klaargemaakt. Het is niet een echte co-sleeper, maar wel van stokken een soort reisbedje, omdat de co-sleeper nog niet binnen is. Dus, maar ik vind het echt super schattig dit. En dit hebben we alvast klaargemaakt, zodat we in de slaapkamer ook de baby kunnen verschonen. Dus dat is echt heel handig. Dus dat wordt nu wel echt heel echt of zo. Dus dat is echt heel raar. Nou, een nieuw voedingskussen. Want die andere dus, die was een beetje af. We zijn klaar. Kan ook en ze is de hele dag bezig geweest. En we gaan nu even een toertje krijgen door de babykamer. Nou, dat. Sokkies, mutsies. Wauw. Broekjes. Niet normaal. Zo geordend, dat is ook echt. En hou het zo. Hè? Ja. Nou, dat is nog wel een opgave. Nou, voor als hij hier gegroeid is, heeft hij ook alvast wat. Echt niet normaal. Overal etiketjes ook op. En dan hebben we er nog een. Doekjes. Zo. Dekentjes. Echt fantastisch. Hij kan komen. Ja, hij kan komen. Nu is het echt niet normaal dit. Nou, high five. Dankjewel. Ik ging dus een weekendje naar Knokke. Of eigenlijk ging ik één nachtje naar Knokke. Het was Pasen, dus wij dachten leuk om met Franca een nachtje naar Knokke te gaan. Voordat de baby er is. We zijn nu aangekomen in Knokke. We hebben net lekker geluncht bij Eatery Wajo. Zeg je dat zo? Ik denk het wel. Nou, en dat was echt super leuk. Echt, je had daar hele leuke muziek. Franca is hier ook, dus dat is echt heel gezellig. Frankie die is nu bij de Open Noma in Den Bosch. En ik had net al allemaal leuke filmpjes ontvangen. Dus eigenlijk heeft zij het eigenlijk denk ik nog beter dan dat wij met haar zijn. Ja, ze wordt extra verwend. Ze wordt echt heel erg verwend. Dus ik ben wel echt blij dat ze gewoon zulke leuke open oma heeft. Dus en we gaan nu lekker een nachtje in Knokke. Ja, eigenlijk heel veel zin in. Dus ik ben nog nooit in Knokke geweest. Dit is de eerste keer. Dus ik ben benieuwd. Ik vond het eigenlijk niet zo heel erg te vergelijken met anderen. Het is gewoon een hele luxe badplaats. Dus je hebt daar ook gewoon hele luxe winkels en zo. Ja, we gaan nu Esther en Franca gaan we
een grapje mee uithalen, want het is 1 april. Dus we gaan nu hun bellen met papa en mama erbij. Dat mijn vliezen zijn gebroken. Hey! Hey, ik probeer de Esther even te bellen. Hey. Je wil niet op. Ja? We gaan nu naar het ziekenhuis. We gaan naar het ziekenhuis. Nee! Ja, ja, ja. Waar ben je? Heb je een naam aan de telefoon? Ja, wacht. Zullen we even wat? Hou er even iedereen bij. We zijn het al! Jezus! Ik raakte echt weer een beetje in de stress. Jij wist dat het een grapje was. Nee, jij zei het. Toen dacht ik, het zal wel een grapje zijn. Nee, als je dat had gedaan, word ik gek. Je wist het niet. Nee, ik wist het niet. De laatste keer dat je op kantoor bent. Ja, de laatste keer. Zonder dat je nog moeder bent. Mijn allerlaatste meeting. Allerlaatste meeting net gehad. Ja, het was wel heel raar hoor. Want welke dag is het vandaag? Het is vandaag 2 april. Ja. 2024. En morgen? Morgen is het zover. Is het, en dan? Dan krijg ik een keizersnee. Dit is dus echt vet raar. Dus gewoon... morgen ben ik moeder, rond deze tijd misschien. Hoe vind je dit? Ja, dit is echt heel, heel raar. Dus echt, ik had naar Steven geappt, dit is de raarste dag uit mijn leven. Ja, en het gekke was dus, je vertelde dat je dat appte en op dat moment reed er een busje langs. Met een naam. Met op de naam van de baby. Ja, terwijl je die eigenlijk bijna nooit ziet. Dat is echt bizar. Ja, dus het is vandaag een hele bijzondere dag. Maar ik ben blij dat ik nog even naar kantoor kon, om even mijn gedachten te verzetten. Want ik denk als ik nu de hele dag alleen thuis had gezeten, dan had ik het ook niet getrokken. Dus je hebt gewoon echt tot op de dag, de dag ervoor, heb je gewerkt? Ja. Je hebt tot de dag dat je gaat bevallen bijna gewerkt? Ja. Ik voel me eigenlijk wel goed mee eigenlijk. Ja? Ja. Nou, uiteindelijk heb je wel echt een hele goede zwangerschap gehad. En ook wel extra leuk dat Frankie vandaag ook op kantoor is. Ja, die dacht, moet hij ook nog even bij zijn. Bij zijn. En dus het voelt een beetje alsof ik jarig ben vandaag. Ja, en waarom ben je naar het kantoor gekomen net? Wat voor afspraak? Ja, zo leuk, want we hebben een hele leuke meeting gehad. Ik weet eigenlijk niet, mag ik het hardop zeggen? Nee, dat wel. We gaan een nieuwe samenwerking doen. Met? Een bedrijf. Ja. Een heel leuk bedrijf. En toevallig was onze zusje Franca er ook. Ja. Maar voor de rest kan ik niks zeggen. Oké. Okay. En mogen we je buik nog even zien? Ja, voor de laatste keer, hè? Ja. Ik moet wel zeggen dat ik deze broek helemaal zat ben. Deze trui helemaal zat. Ja. Ik heb niks meer om me aan te trekken. Jij ziet er echt super leuk uit. Nee joh. Dus even de buik voelen. Ja. Dus ik hoop dat ik snel weer een beetje normale kleren aan kan. Nee, denk ik niet. Even een tijdje nog jogging pakken en dan... Dan is ze er weer. Ja. Anne is echt is gewoon workaholic, want die heeft tot de allerlaatste dag, dus echt vlak voordat ze ging bevallen, is naar kantoor gegaan en om nog een meeting bij te wonen. Dus zij is niet te stoppen. Huh? En als je C-pool wil, C-pool site, dat is eigenlijk hier, dan betaal je 3.500. Ja, een C-pool. Ja. Het is het laatste avondje voordat Maasje er is. Laatste avond als niet-moeder al. Als niet-moeder. En we hebben net lekker kippetje gegeten. Ja. En het is super gezellig, want iedereen is gekomen. Maar we moeten er om 8 uur morgen zijn. 8 uur. AM, hè, jongens? Ja. AM. 8 uur. Sharp. Ja! Ja! Heel spannend. En dan denk ik dat we 12 uur of zo, dat jullie hem weer kunnen zien.
Goedemorgen, het is nu 7 uur in de ochtend en ik ben net wakker, zoals je wel kan zien. En vandaag is de dag. We gaan dus vandaag de baby van Anne ophalen en ik heb er echt zoveel zin in en ik ben zo zenuwachtig. Ik heb ook echt de hele nacht bijna niet geslapen, omdat ik allemaal flashbacks had van mijn eigen bevalling. En ik merk ook echt dat ik mijn eigen bevalling gewoon eigenlijk niet helemaal bewust heb meegemaakt. Dus dat ik gewoon heel veel dingen er echt niet meer van herinner. Maar ja, Anne gaat dus een keizersnede doen. En daar heb ik ook echt geen idee van hoe dat gaat. Dus dat vind ik ook echt super spannend. Maar ik kan echt niet wachten om de baby van Anne te ontmoeten. Ik wil eigenlijk al zijn naam zeggen. Omdat tegen de tijd dat dit online komt, dan weet iedereen zijn naam toch al. Maar ik doe het toch wel niet voor de zekerheid. Ja, ik kan echt niet wachten. Ik ga me heel snel even omkleden. Een klein beetje opmaken. En dan hebben we om 8 uur afgesproken in het ziekenhuis. En Franca is er ook bij. Mijn ouders, volgens mij alleen mijn moeder is er ook. En Anne en Steve. En dan gaan we Anne nog even succes wensen. En ja, dan zijn we als eerst bij als de baby er is. Ik kan echt niet wachten. Ik ben nu helemaal zenuwachtig. Ga dan niet gelijk. Oh, ik moet echt zo spannen. Oh, ja, dat straks ook. Daar mag je in kijken. Oh, god, hier komt straks de baby. Oh. Daar ga je al! Doei! Ik vond het gewoon wel echt heel bijzonder om mee te maken dat je echt heel bewust de laatste uurtjes meemaakt voordat ze ouders werden. En als je weeën hebt, en dan maak je dat veel minder bewust mee. Dus dat vond ik wel het verschil als met bevallen of als je een keizersnede hebt. Ik moet wel zeggen dat ik een keizersnede iets minder magie vind hebben dan een bevalling. Een bevalling is echt heel heftig, maar ook wel op een mooie manier. Dus ik vind wel, dat vind ik wel het jammer aan een keizersnede, dat het allemaal best wel heel erg gepland en pragmatisch gaat. En dat miste ik wel een beetje. Maar voor de rest, ja, hoe makkelijk het eigenlijk redelijk makkelijk het ging vergeleken met mijn bevalling, vond ik ook wel echt heel gek om te zien. Steeds knapper gewoon. Toen ik daar binnenkwam en voor het eerst baby Maas zag, ja, dat was zo bijzonder. Ik moest echt heel hard huilen. Echt, ik was helemaal overstuur. Ja, je kijkt hier naar onze vismaat. Ja? Herinnerlijk voor je. Goeie. Ja, goed. Ja. Wel echt. Maas wordt in een warme familie geboren. Ja. Hey.
Ja, ik vind het zo bijzonder om dan je neefje te zien en dat je weet dat je gewoon je hele leven, dat hij voor zijn hele leven en voor mijn heel leven bij elkaar zijn. En dat je tweelingzus een kind krijgt en dat je haar als moeder ziet. Ja, het was echt de mooiste dag, denk ik wel, uit mijn leven na de geboorte van Frankie. Anna als moeder zien, dat vond ik ook wel echt een van de meest bijzondere dingen. Omdat ik gewoon geen idee had hoe zij eruit zou zien als moeder. En ze deed het zo natuurlijk. Dus ja, ik heb wel echt het gevoel dat ze nu al is veranderd van dat ze moeder is. Want ze moest de hele tijd huilen en was heel emotioneel. En zij is normaal altijd echt een harde. Ik sta nu even snel in de gym. Ik kom echt net uit het ziekenhuis. En het is nu ongeveer 4:00. Of 4:30 bijna. En ja, de baby van Anne is geboren. Dus het is zo'n bijzondere dag geweest. Dat is echt niet normaal. Dus ja, de hele dag zijn we in het ziekenhuis geweest. En de keizersnee zag er echt best wel heel makkelijk uit hoe dat is gegaan. Dus ik ben wel echt heel benieuwd hoe het de komende dagen ook voor Anne gaat zijn. Ja, Anne is echt een bikkel. En nou, het is echt het kindje, Maas, ik mag het nu eindelijk zeggen. Hij is zo schattig. Echt, ik heb nog nooit zo'n knappe baby gezien en ik ben nu al zo verliefd op hem. Dus ik vind echt, nou, ik denk dat dit echt de meest bijzondere dag uit mijn leven is, naast de geboorte van Frankie natuurlijk. Nou, ik heb al gelijk een kettingje laten maken met zijn naam. En ja, ik ga nu even snel een half uurtje tussendoor sporten, omdat ik even mijn hoofd even moet leegmaken. En straks ga ik even naar het ziekenhuis samen met Ismael en Frankie. En dan kan Frankie voor het eerst Maas ontmoeten. Ja, dat vind ik helemaal leuk. Want dat gaan natuurlijk de beste vriendjes van hun leven worden. Hoop ik. Dus ja, ik vind het helemaal leuk als ze elkaar straks voor het eerst zien. Oh my god, ik moet echt even bijkomen. Want ik vind echt, nieuw leven is gewoon het meest bijzondere ooit. We zijn nu weer onderweg naar het ziekenhuis. Want ik ga met Izzy. Gaan we naar Maas. Eindelijk! Eindelijk! En Frankie zit ook achter in de auto. Dus die gaat ook voor het eerst Maas zien. We hebben lekkere sushi gehaald. Even kijken, dat ligt hier achter in de auto. Ja, en ja, Izzy, jij bent natuurlijk ook heel benieuwd. Ik ben super benieuwd. Ik wil hem wel ontmoeten. En ik vond het heel grappig dat het eerste wat jij zei is... Nou, het tweede wat je zei is, ik wil ook weer een baby. Ja, dat zei ik. Als ik dit zo zie, wil ik ook gewoon weer een baby. Want het is zo erg leuk. Ja, ik hou gewoon echt van babytjes, dus ik vind dat echt helemaal leuk. Ja, ik vond het ook wel heel bijzonder. Die fotootjes die ik al heb gezien en een paar filmpjes. Het is wel echt heel speciaal dat Frankie ook een neefje nu voor altijd heeft. Ja, het is echt mega bijzonder. En eigenlijk wilde ik er gewoon niet weg. Ik wilde gewoon de hele tijd blijven. Dus ik ben blij dat ik nu met een goed excuus, dat is namelijk ook sushi brengen, dat ik er nog een keer heen kan. Dus ik heb lekker even thuis gedoucht, joggingpakje aan. Frankie heeft expres een blauw truitje aangetrokken. Dat heeft de oppas gedaan, heel schattig. Ik ben ook heel benieuwd hoe Frankie gaat reageren. Ja, ze zal het niet super bewust snappen natuurlijk, maar het is wel leuk om ze voor het eerst zo meteen aan elkaar voor te stellen. Eigenlijk moeten we het wel filmen. Ja, gaan we ook filmen toch? Ja, want dat zijn wel leuke filmpjes voor later. Van jullie eerste ontmoeting. Ja, ja. Ik voel me eigenlijk heel stom dat ik elke keer alles zit te filmen, maar het is ook gewoon echt heel leuk voor later. Ja. Want dit zijn wel hele bijzondere dagen. Ik had dat ook wel willen zien, hoe ik mijn zusje voor het eerst had gezien bijvoorbeeld. Ja, dat is wel echt leuk. Dus nee, we gaan het allemaal even filmen. En lekker sushi eten. Zeker. Ik heb echt mega honger. In het ziekenhuis heb ik namelijk niet zo heel veel gegeten. Dus eigenlijk de hele dag niet zoveel. Bij zo'n tentje in het ziekenhuis heb je toch niet zo heel lekker eten altijd. Had ik dan nog meer moeten bestellen? Ja, nu maak jij je zorgen. Shit.
Nee, ik denk dat we wel genoeg hebben. Ja, en we hebben echt goede sushi afgehaald. Ja. Want ik mag niet met zomaar iets nu komen opdraven bij Anne. Het moest echt goed zijn. En ik vind het sowieso knap dat ze al sushi wil eten. Want toen ik net was bevallen, toen lag ik echt bij als een halve dooie. Dus ik, volgens mij heb ik 3 dagen überhaupt niks, niet zoveel gegeten. Maar bij Anne is het allemaal, gaat het allemaal heel voorspoedig. Dus hopelijk blijft het alleen zo. Alleen maar fijn, alleen maar fijn. Ja. Waar ken je het ziekenhuis nog? De geur. Oh, het ziet er echt uit. Ik heb geen handen. Nee, ik kan het niet. Anne's eerste sushi. Kijk maar even die sojasaus. Ja, lekker. Zo lekker. Neem maar even een lapje. Oh! Moet je wel naar je neefje kijken, hè? Niet naar iets anders. Ja, je gaat alleen maar naar de camera. Wie is dit? Kijk eens. Wat is dat? Kijk ja. Oh, is weer foto hier vervangen. Het is nu 4 april en we gaan naar huis. Met Maas. Maasje. Zo blij dat we naar huis gaan. Kijk eens. Je primeur op Instagram en YouTube. We zaten nog aan het twijfelen om een nachtje hier te blijven, maar nee, ik wil toch echt naar huis. Kijk hoe leuk. Maas, welkom. Welkom thuis. Dit staat gewoon thuis. Ik heb geen idee wie dit heeft gedaan. Jij ook niet? Dit is echt zo leuk. Ook een perfecte naam voor. Echt heel leuk. Nou, welkom thuis, Maas. Nou, ik had wel echt dat we toen uit het ziekenhuis kwamen en dat we toen thuis waren met Frankie en dat ik echt dacht, en nu? Dus je weet gewoon even niet, moet ik er nou een bedje leggen? Moet ik er nou, wat moet ik hier nu mee? Dus dan komt het besef opeens dat je echt een moeder bent. Anne en Steve zijn thuis gekomen en kijk eens wat ik heb geregeld als verrassing. Daar is Steve, die is ook blij om weer thuis te zijn. Kijk hoe leuk. Hey, David. En Demi had dit geregeld. Dus super lief, Demi van Defense. En hier is Dave. En hier is Anne. En hier is mama. En hier is de grote ster. Zo schattig. Hoe gaat het? Anne heeft kraamtranen. Van blijdschap. Ja, zo bijzonder is hij, zo schattig. Ja, hij is ook schattig.